Ja, in essentie, als je de optie neemt van het actieve onderstel wat ze hebben ontwikkeld, dan maak je van jouw Porsche Panamera een lowrider. Met alle hype en aandacht rondom de elektrische auto's en de SUV's van Porsche zou je bijna vergeten dat ze ook nog gewoon een mooie Panamera in de aanbieding hebben. En dit is de nieuwe derde generatie. We beginnen met het slechte nieuws voor ons Nederlanders. Wij waren namelijk waarschijnlijk de markt met het grootste aandeel Sportturismo's. De Stationwagon, die is geschrapt. Dit is een auto die primair in China en de Verenigde Staten wordt verkocht. Daar koopt niemand stationwagens. En om er nou alleen voor die paar Nederlanders en Duitsers er eentje nieuw te ontwikkelen. Dat zagen ze niet helemaal zitten bij Porsche. Maar er zijn genoeg andere dingen om over te vertellen. Genoeg goed nieuws. Bijvoorbeeld dat we nog steeds met een V8 kunnen rijden. Dat is dan deze. Dat is meteen de Turbo. En er zal ook nog wel Turbo S komen of iets dergelijks erboven. Maar nu al met 680 pk uit de 4 liter biturbo V8. En natuurlijk een hybride systeem. Achteraps PDK waarin een elektromotor is verwerkt. Nog veel sterker dan voorheen. En een enorme accu natuurlijk ook. Dat hoort er dan helaas alweer bij. Plug-in hybride. Die accu die zit volledig achter de achteras. Een beetje waar de motor van een 911 zit, zeg maar. 25 kWh inhoud. En dat betekent een actieradius volledig elektrisch. Bijna 100 kilometer. Daar kun je mee thuiskomen. Wat je daar vooral mee kan doen is op papier een lage CO2-uitstoot noteren. Weinig BPM voor zolang als het nog duurt. En dat betekent dat het topmodel €200.000 kost. €200.900. Dat is natuurlijk veel geld. Maar ja, het is een Porsche Panamera met 680 pk. Dus hè, wie wat wil, die moet betalen. Het begint al bij €130.000. Dan krijg je het instapmodel met een V6 en een hybride systeem. Hybride, het hoeft niet. Hè? Je kunt ook gewoon een V6 biturbo krijgen. Maar ja, dan betaal je dus wel veel BPM. Dus die begint bij, als ik me goed kan herinneren, €160.000. Maar we focussen ons nu op deze machine. Het is typisch zo'n auto, vind ik, die je in het echt moet zien om hem te kunnen waarderen. Ik vond hem er op de foto nogal overdreven agressief uitzien. Met die grote gapende muil hier zo. En ze hebben hier nu voortaan ook boven de bumperhouder een luchtinlaat. Waardoor het echt een enorme, ja, hè, groot gapend luchtinlaat is. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Het is ook allemaal puur functioneel natuurlijk bij Porsche. Maar in het echt werkt die veel beter. En dat komt vooral door wat ze hier hebben gedaan. Die wielkasten die hebben ze heel erg uitgeklopt, hoekig gemaakt. Zodat die nog meer dan voorheen op een Porsche 911 lijkt. Wat natuurlijk ook helpt van die single lock nut wielen. Alsof er gewoon echte racewielen onder zitten. Alle opzichten dus een echte vierdeurs, vierzits sportwagen. Laten we nog even een klein rondje eromheen doen. Ook de achterkant wat mij betreft goed geslaagd. Hij lijkt heel erg op wat dat betreft op de voorganger. Maar als we ons die eerste generatie Panamera nog voor de geest halen, weten we dat nog? Dat was natuurlijk een verschrikking om te zien van de achterkant. En dit is wel heel aardig opgeschoond, dacht ik zo. Hier kun je wel mee voor de dag komen. Dikke sportsedan met nogmaals dit hier. Nou, dan weten we hoe die eruit ziet. We weten wat voor motoren kunnen krijgen. Maar het echte nieuws, dat hebben we nog niet eens aangeraakt. Dat is namelijk wat er zich hier allemaal bij de wielen afspeelt. Dit is namelijk de eerste Porsche waarop een compleet nieuw systeem debuteert. Dat echt, laten we zeggen, binnen het merk echt een nieuw hoofdstuk aansnijdt. Wat Porsche namelijk heeft bedacht. Ja, in essentie, als je de optie neemt van het actieve onderstel wat ze hebben ontwikkeld, dan maak je van jouw Porsche Panamera een lowrider, inderdaad. Zo'n ding met hydraulics in de ophanging, waarmee je auto niet alleen in theorie zou kunnen laten stuiteren. Hij zou het inderdaad echt kunnen. Porsche doet het niet, maar de hardware is ervoor aanwezig. Wat ze hebben ontwikkeld is een systeem waarbij de schokdempers die met olie gevuld zijn, zoals normaal gesproken, in combinatie met een luchtveer. Op die schokdempers zit nu een pomp. Niet een kleine pomp, per wiel. Een pomp van 10 pk, dus dat is een gigantisch krachtige elektropomp. En die kan, laten we zeggen, de druk in de schokdemper actief beïnvloeden. Dus die kan olie
onder druk zetten of juist eruit halen. En daarmee kun je dus de wielen vrijelijk laten bewegen en je kunt de koets controleren. Je kunt de auto op drie wielen laten rijden, je kunt hem naar links laten hangen, naar rechts, je kunt hem laten springen. Je kunt er in principe alles mee doen wat je wil. Er kan per wiel in 50 milliseconden een kracht van 1000 kilo worden afgevuurd, zou ik maar zeggen, op de koets of op de wielen. En de mogelijkheden die dat biedt voor een auto als dit, die zijn eindeloos. Om maar één voorbeeld te laten zien. Het is een lage auto, maar ik heb een gammele rug. Hatsaflats. In één keer pompte de auto zichzelf een centimeter of 5-6 omhoog. Om de instap te vergemakkelijken. Maar ja, als je dat dus bedenkt tijdens het rijden, kan die dus ook deze fratsen allemaal uithalen. En daarmee kun je dus ja, alle neigingen die een auto heeft tijdens het rijden, rollen, duiken, dat kan je allemaal tegengaan. Allemaal in een fractie van een seconde. En het heeft heel lang geduurd. Ze zijn er 7 jaar mee bezig geweest. Van het eerste idee tot het bedenken van de hardware. Tot zorgen dat het, laten we zeggen, hè, dat het produceerbaar is. Dat het ook winstgevend is. Het zal je 8.500 euro kosten, als ik me niet vergis, als optie. Maar Porsche denkt, het is zo goed dat mensen dit toch allemaal massaal gaan nemen. Want het transformeert het complete karakter van de auto. Enerzijds van een limousine, anderzijds tot in een sportwagen. En ja, het enige wat hiervoor nodig was, was eigenlijk elektrotechniek. Het is zo, ja, Porsche maakt elektrische auto's en ze maken zware hybrides. Maar zoals een wijs man ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. En het voordeel is dat het hybride systeem, dat heeft 400 volt. Dat is een enorme krachtige elektrische energiecentrale. En die is nodig geweest om die pomp te kunnen besturen die de olie onder druk zet van het systeem. Dus ja, het was wachten op elektrische, dan wel plug-in hybride Porsches om het systeem te ontwikkelen. Nu is het er. Nu zijn ze er eigenlijk klaar mee. Ze zijn er trots op. En we zijn hier op het circuit van Monte Blanco om aan den lijve te ondervinden hoe dat allemaal functioneert. We gaan nog even snel in het interieur kijken. Voor die mensen die misschien geen interesse hebben in de onderstel-optie. Het blijft natuurlijk ook gewoon een auto. Zoals elke moderne Porsche, ik zou bijna zeggen jammer, heel veel schermpjes, het hele mechanische met een mechanische toerenteller en zo en klokjes en knopjes, dat is er bijna helemaal van af. Porsche is nog wel zo dat ze een paar knoppen in het interieur toelaten, bijvoorbeeld voor de aansturing van de airconditioning, ESP off, heel belangrijk voor een Porsche rijder, traditioneel startknop links, toch alweer een leuke verwijzingen naar het verleden, moet je ervan zeggen, het is Porsche, het is super strak, het is goed gebouwd, het is overzichtelijk, het is om de rijder gefocust. Het is as good as it gets in de industrie. En het is natuurlijk ook een volwaardige vierzitter. Ja, je kunt hem ook krijgen met verlengde wielbasis, want dat is wat Chinezen willen. En zoals gezegd, Chinezen kopen met name Panameras. Maar het gaat, kijk, dan gaat hij weer naar beneden. Ongelooflijk. Het gaat vandaag om het rijden. We gaan eerst wat proefjes doen om te laten zien wat de comfortfuncties zijn die het actieve systeem toevoegt. En daarna gaan we op de omloop van Monte Blanco een paar rondjes scheuren achter een pacecar. Om te laten zien hoe kalm en rustig deze auto blijft als je hem tot het uiterste drijft. Als je de banden maximaal benut, om alle grip van de banden maximaal benut, die 680 pk meer dan 900 Nm inzet. Ja, en dan zou dit dus de nieuwe koning niet alleen van de sportstands moeten zijn, maar zelfs van de reislimo's. We gaan het meemaken. Oké, voordat we het circuit van Monte Blanco opgaan met de nieuwe Panamera. Eerst twee oefeningen. Drie oefeningen eigenlijk. Die eigenlijk misschien nog wel beter dan rijden op het circuit demonstreren waartoe het nieuwe actief vaarwerk van Porsche toe in staat is. We beginnen met een vrij bijzondere oefening. Er is hier een soort van extreem slechte wegdek nagebootst met een soort houten baan waar allerlei golven achter elkaar zitten van ongeveer een centimeter of 10 hoog. Als je dan met een normale Panamera met 50 km per uur overheen zou gaan, dan zou de hele auto uit elkaar vallen en ook de houten constructie zou het niet overleven, zegt Porsche. Maar met deze auto kunnen we dus met 50 km per uur overheen, omdat de auto weet, oké, ik moet mezelf vlak houden en wat de wielen verder onder de auto doen, moeten ze zelf weten. We gaan kijken of het werkt. Ik hoop het.
Anders kan ik morgen naar de chiropractor. Maar daar gaat hij. We mogen niet harder dan 50, dus dat gaan we proberen. Ja, kijk met me mee. We gaan voorgas op de golfplaten af. Niet voorgas. Zo, 50 km. Rust. Ja, oké. Het is een soort van onwaarschijnlijk om te voelen dat er niets gebeurt. Het is, je raakt het hout en je denkt, het einde is nabij. Maar je zag het, het zat slecht heel lichtjes in mijn stoel te schudden. Wat we nu gaan doen is een lane change, uitwijkproef. Dier steekt over, ik moet uitwijken. En wat je natuurlijk normaal gesproken hebt bij een auto, is dat je bij zo'n snelle links-rechts beweging van de ene kant van de ophanging naar de andere kant stuitert. En dat brengt allemaal vertraging en onrust. In theorie zou dus het actieve systeem, zo gauw je stuurt, eigenlijk al de buitenkant van de auto op moeten pompen, waardoor je volledig vlak blijft. En dus eigenlijk niet echt een lastwissel hebt, maar dat die eigenlijk als een formuleauto de hoek om moet gaan. We mogen plakgas vertrekken vanaf hier. Kijk, het werkt. Dus launch control. Kaboom. Boom. Super snelle auto. Gas los. Op. En ja, inderdaad. In combinatie ook nog met vierwielbesturing, die natuurlijk ook enorm helpt om het gewicht van die accu te controleren. En er is bijzonder weinig. Er gebeurt niks. Ja, het is eigenlijk lastig om te illustreren wat het effect van het systeem is. Omdat het er juist voor zorgt dat er niets gebeurt. Er is niets om te zien. De auto blijft bijna onnatuurlijk vlak. Ik ben ook heel benieuwd als we dadelijk op het circuit gaan rijden. In hoeverre deze auto nog wel als een iets van een natuurlijk product aanvoelt. Wat we nu gaan doen, de laatste oefening. Hard optrekken en hard remmen. Normaal gesproken als je hard remt, veert de auto natuurlijk in op de vooras. Omdat de massa naar voren geslingerd. In dit geval krijg je dus 2000 kilo tegendruk. Die de auto vlak zal moeten houden. We gaan het voor meer doen. Launch control start, remmen bij de pylonen en kijk met me mee. Ja, het is absurd. Het is niet zo dat je nou echt voelt dat hij naar achteren gaat hangen, maar de hele beweging van je eigen lichaam naar voren is ook aanzienlijk minder. Het is alsof je minder hard remt dan je daadwerkelijk doet. Ja, je zou bijna zeggen, dit verandert het hele concept autorijden in een sportsedan zo erg. Waarom is niet een fabrikant hier eerder opgekomen? Waanzinnig goed. Oké, zoals gezegd, nu dus het circuit op. Monte Blanco achter een Turbo S Pacecar aan. Heel veel bochten, heel veel harde remzones. Kijken hoe het systeem zich overeind houdt. Of toch nog een beetje Porsche DNA in het vaarverhaal in overblijft. Oké, gaat hij dan? Monte Blanco, een van de 26 mogelijke layouts met de Panamera Turbo E-Hybrid in Sport Plus. 680 pk, maar vooral natuurlijk Active Ride Control. En Breaking. Wederom hoop ik dat het een beetje overkomt op video. Maar het is, ja, het is weer echt een nieuw hoofdstuk in het leven van de firma Porsche. Het maakt zo'n enorm verschil qua rijden. Normaal gesproken, als je een zware bak, zeker als deze Panamera, rijdt op snelheid, dan moet je echt heel erg nadenken over wat er met het gewicht gebeurt. Hoe het heen en weer wordt geslingerd. En tijdens het remmen dan zul je voelen dat de auto duikt op de neus. En dat de achterkant instabiel wordt. En al die karaktereigenschappen, die zijn er nu gewoon niet. Het is een heel bijzonder gevoel, moet ik zeggen. Je stuurt en de auto gaat onmiddellijk. Normaal gesproken dan wacht je even een momentje. Of je wacht tot de auto rolt en zich zet en dan instuurt.
Maar dat gebeurt hier niet, hoeft niet. Dus je stuurt in en gaat meteen, alsof je in een formuleauto zit. En dan voorzichtig op het gas, kijk, als je dat niet doet, dan breekt hij van achteruit. Wat wil je met al dat vermogen? Meer dan 900 Newtonmeter. Maar ja, we mogen helaas niet met HP off rijden. En in Sport Plus heb je net een klein beetje ruimte om de achterkant een beetje te laten glijden. Wat ja, toch vooral opvalt is de rust. Het zou niet moeten kunnen dat je met zo'n zware auto zo hard rijdt. En dat het allemaal zo makkelijk gaat. Er is geen onrust en geen stress. Want je weet, je kunt het bijna niet fout doen. Het enige wat je moet doen is op tijd remmen en je instuurpunten onthouden. Op. Hier, dan wil ik niet echt meer insturen, dat is gewoon puur een kwestie van de banden. Wat ze me ook hebben verteld is het circuit, of het systeem, het actieve onderstel, dat is zo goed om in het uitbuiten van de maximale grip van de banden, dat de banden het, bij deze auto al heel snel de zwakke schakel zijn. Je gebruikt alle grip van alle banden optimaal, waardoor ze heel snel warm worden. Ja, waardoor je natuurlijk meer last krijgt en overstuurneigingen. Maar goed, je hebt dus alle tools in handen, vierwielbesturing en het gewicht van de auto dat constant heen en weer geslingerd wordt door die slimme dempers en een sperdifferentieel en 4x4. Ja. En toch op een of andere manier, het is niet helemaal onnatuurlijk. Hè? Ze hebben net zo lang gesleuteld aan het systeem totdat het wel aanvoelt alsof je in een normale auto rijdt. Maar dan gewoon eentje die ja, niet beweegt. Alsof er gewoon een blok lood van 2000 kilo in de bodem ligt. Die de auto gewoon volledig vlak houdt. Rempedaal, ondanks dat we met een hybride rijden, exact dezelfde feedback en vertraging als je een normale Porsche krijgt. Beetje jammer is, ja, de PDK is niet meer zo agressief als dat hij vroeger was. Misschien in de Panamera niet echt een halszaak, maar vroeger als je in Sport Plus reed, kreeg je echt van die knalharde klappen uit de ophanging of uit de transmissie, alsof je met een raceauto reed. Ja, en dat is nu waarschijnlijk allemaal een kwestie van uitstoot of weet ik veel wat. Misschien is het een nieuwe enorme elektromotor die erin is verwerkt, maar het is allemaal ietsje zachter. Het is wel super snel. Maar de hele raceautobeleving is wel een beetje minder geworden. V8 nog steeds lekker bulderend. Van buiten klinkt hij nergens naar, maar hier van achter het stuur. And now we switch into the hybrid mode, please. En dan moeten we nu in de hybride modus schakelen, volgens mijn instructeur. En op zich wel interessant, omdat we nu dus het hele onderstel gaan nu in andere kenvelden opereren. En dat betekent dat het allemaal wat langzamer gaat. En dat het wordt gebruikt om het comfort te maximaliseren. En als ik dan dus ga sturen, ik weet niet of je het ziet, maar dan gaat de auto echt heel nadrukkelijk in de bocht hangen. Alsof je in een carver rijdt. Je weet wel, die Nederlandse driewieler die zo enorm op zijn kant ging liggen als je er bochtjes mee maakte. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het is voor mij nog even wennen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen die last hebben van wagenziekte en misschien niet tegen kunnen, omdat dit dus wel heel onnatuurlijk aanvoelt. In Sport Plus is dat wat je ziet, correspondeert ook min of meer met wat je in je binnenoor voelt. Maar dit is echt wel raar. Hij hangt nu, het is maar een paar graden. En toch voelen je hersenen van, ja hé, hey, er klopt iets niet. We gaan de bocht om, maar en er is dan ook toch eerst die beweging van het hangen de bocht in. Ze zeggen me dat het een kwestie van wennen is, maar ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn die er totaal niet aan wennen, die binnen de drie bochten al zeggen van stop, ik wil niet meer. En ook als ik hier op de rem ga, als je kritisch kijkt, ik zal hier nog een keer extra hard op de rem gaan, dan zie je dus dat de hele achterkant inveert om, zeg maar zeggen, de G-krachten die vrijkomen bij remmen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het voelt heel bijzonder, moet ik zeggen. Je ziet het, het is veel graden dat hij op zijn kont gaat hangen. En ook dat correspondeert dus niet helemaal dat wat je ziet met wat je voelt. Maar Porsche zijn daar niet helemaal gek geworden. Je kunt die functies ook uitschakelen. Dus je kunt wel
een Panamera kopen, profiteren van het ultieme comfort dat al die systemen bieden. Maar zonder dus dat hij dit soort fratsen gaat uithalen om de dwarskrachten en zo te counteren met bewegingen. Dat staat vrij. Ja, het is nogal veel wat we hier in ons moeten nemen in korte tijd. Ik kan alleen zeggen dat het ongelooflijk indrukwekkend is. Maar comfort en het manipuleren van de balans van de auto en de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Goed, voor deze zou het dus in Nederland minimaal 200.000 euro zijn. Dat is wel een pak geld. Ik heb ze niet liggen. En nou wat opties. Dan zit je al gauw aan 250.000 euro plus. Maar dan heb je denk ik wel in handen de auto ter wereld met de grootste spreiding tussen comfortabel en sportief karakter. Nou, als je dat 250.000 euro waard is. Go get it, zou ik zeggen.